Na zijn twee recente bezoekjes kort achter elkaar leek het erop dat Albert Verlinde de nieuwe vaste gast van Vandaag een Site zou gaan worden, maar niets is minder waar. De VVD-prominent en tv-ster geeft in de Veronica Ochtendshow aan dat hij alleen nog zal aanschuiven als daar een directe aanleiding voor is, iets met zijn musicals bijvoorbeeld. Op de vraag of Albert nu vast bij VI zit, zegt hij, nee, ik vind het leuk om te doen. Ik heb het nu twee keer gedaan en volgens mij vinden we het allemaal wel leuk, maar ik zal niet zo heel veel. Ik zal gewoon af en toe een keertje aanschuiven, maar ik vind het wel ontzettend leuk. Het lijkt wel te klikken met het VI-trio. Nou ja, dat is het, en iedereen is er best wel verbaasd over. Wilfred zag het steeds wel zitten. Die had steeds van, volgens mij klopt het wel, alleen ik heb het heel lang afgehouden. Maar ik heb er nu twee keer gezeten en ik vind het ontzettend leuk. Je merkt ook wel dat er veel naar gekeken wordt. Waar merkt Albert dat aan? Ik heb vorige week geroepen dat ik niet zeker wist of ik op vakantie kon door Transavia, nou. We zijn keurig op tijd vertrokken, hahaha. Maar je wordt er inderdaad de hele vakantie op aangesproken, dus het is echt leuk om te merken dat het goed gevallen is. Radio sidekick Niels van Baarle, maar je zit nu wel in het vaste paaltje met Eus en met Job Knoester en... Albert, nee, dat niet. Nee, dat niet. Gewoon als het leuk is en als er wat is en om het over Grease te hebben dat het leuk is. Dan kom je langs, maar ik heb het echt ontzettend naar mijn zin. Privé-sterjournalist Jan Uriot, die een paar keer is bespot door de mannen van VI, lijkt het plekje van Albert wel te zien zitten. Zijn Telegraaf-collega Pim Cedé vraagt hem, ga jij daar nou nog ergens aan de bar zitten dan? Jan, oh, dat speelde ook nog. Pim, jij zou nog langskomen bij de laatste VI? Jan, nou ja, het zit in de pijpleiding. Mijn manager Eline Heremans is ermee bezig. Die is met die redactie bezig en met meneer Gené. Pim, heb jij een manager? Oké, wauw. Jan, ja. Dat heb je tegenwoordig nodig, dames en heren. Het is nog niet zeker. Als het doorgaat, ben jij de eerste die het hoort. Pensaba en tu traición, cómo fuiste capaz de herir mi corazón. Y pisoteaste todos mis sentimientos, no aguanto este tormento, me muero de dolor. Pero ¿qué voy a hacer si el destino es así? Te burlaste de mí y de todo mi